het moment van de wedstrijd, mogen we wel zeggen, misschien wel van het weekend. Vrij schop voor Club Brugge, Jury. Ja, natuurlijk Van Aken. Hè. Die is natuurlijk de 1-1. Heel belangrijk in de wedstrijd, vlak voor rust. En een geweldige goal. Ja, een fantastische goal. Maar ik denk dat hij... Ja, dat is ongelooflijk goed geraakt. Maar hoeveel geluk is er ook bij? Want je kan die ook slecht raken. Tuurlijk. Maar het knappe is fantastisch. Kijk, als zo'n bal in de lucht zit... En je kunt je misschien herinneren die goal die Modric maakte op het WK. Dat was ook zo'n bal die uit de lucht kwam vallen. Je moet naar die bal kijken. En als je namelijk de bal niet ziet op het moment dat je hem raakt... Dan raak je hem verkeerd. En dat je moet blijven kijken. Je moet blijven kijken. Die goal, die weet je ongeveer wel waar die staat. En dat is ook, bijvoorbeeld met tennis is dat ook zo. Dan zeggen ze, als je volleert, dan moet je de bal raken. En dan pas later, heel veel die de fout maken, is dat ze kijken waar de bal geplaatst moet worden. Mm-hmm. En golf ook. Je moet naar die bal kijken. En dat is, met zo'n bal is dat zo. Ja, het is fantastisch. Wat? Ja. Maar de doelman staat... Ja, ik heb het een keer gehad. Ik vind het tof dat je... Nee, maar ik heb een keer gehad met Leeman, Jens Leeman. Ja. Die was bij ons keeper. En er kwam wat voorzetten en ik schoot die ballen allemaal verkeerd. En toen zei hij, du guckst nicht bis zum letzt auf den Ball. Ja. Tot aan het laatst naar de contact. Ja. Tot aan het laatst naar de bal kijken. Ja. En dan raak je hem goed. En de doelman staat hij te ver of mogen we die baan, iets verwijten? De baan, kan ik even zeggen. En de baan heb je geprojecteerd van tevoren. In je hoofd. Je hebt deze keer, niet deze. Ja. Dat heb je niet geprojecteerd. Maar meestal als je pas geeft, heb je geprojecteerd, daar moet je zijn. Maar het moment van contact moet inderdaad wel. Er is één voetballer die dat niet hoeft. Dat is Ronaldo. Daar hebben ze ook getest. Hè, met die hebben ze een blinddoek voor gedaan. Of weet ik veel. Die trapt er nog op. En die raakt ze allemaal goed. Zelf zonder. Dat is het YouTube, maar die heeft dan de baan geprojecteerd van de bal die naar hem toe komt. Ja. Dus weet... Nog één keer de doelman. Moeten we die iets verwijten? Of? Nee. Maar ik denk, op dat moment verwacht hij ook nooit dat hij gaat trappen. Als die een bal komt, de meeste gaat niet controleren en proberen hem terug breed te leggen. Of wat dat is het straffen van dit doelman. Want hij gaat vooruit. Hè? Het is niet alleen de voet van Van Aken, het is ook het hoofd van Van Aken. Ja. Want er komt wel, Ali Colassin komt uitgelopen. Dus ik denk van, oké, goed. Hij verwacht het niet, hè? Nee. Het is ook wel het veiligste wat hij kan doen. Ja. Stel dat hij controleert en die mannen van Anderlecht komen uit... en hij verliest de bal, hebben een counter aan uw oren. Hij moet wel. Als trainer, Gert, zeg jij van schiet maar op doel daar. Ja, tuurlijk. En als hij over is, ja, maakt niet uit. Is tenminste risico. Ja. Maar had Van Krombrugge nu op zijn lijn blijven staan of iets meer achteruit... kan hij er dan wel aan, denk ik? Twijfel ik ook. Die bal binnen. Hij valt perfect, een beetje tijd, maar... Ik denk dat hij er nooit aan kan. Ja. Maar het is, want ik zag dan overal op websites... het is zoals die en die... Het is echt niet waar. Hè. Je kan alleen met Zidane vergelijken. Ja, hier heb ik toch wel toevallig erin zitten. Nog straffer is, denk ik, de manier... Ja, maar die bal komt van de zijkant, hè? Ja, ook, nee, maar die komt loodrecht uit de lucht. Hè. Ja, dit is de finale. Ballen die van dat moet ik net zeggen, Gunther. Veel ballen op die filmpjes nu komen vanuit de zijkant. Ja, daar moet je op trappen. Hier gaat hij komen. Dit is Roberto Carlos. Ja, maar ik bedoel, hier komt hij meer van opzij, toch? Ja, maar... Ja. En Zidane kon blijven stilstaan. Hans moet nog achteruit. Ja, het is misschien nog straffer. Ja. Ja, Hans maar hij neemt hem hoger. Er zijn er ook weinig die bal met een verkeerde voet trappen. Hè. Ik zie helemaal hetzelfde, maar goed. Dit was wel een lijkt er wel op, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Dit is ook wel redelijk straf. Ja. Het moment is natuurlijk ook wel speciaal. Hè? Finale, Champions League. En je moet blij zijn dat dit soort ballen niet gepakt worden. Hè? Want we zijn hier bezig over de keeper, kon je hem niet pakken. Ja, nee, je moet blij zijn dat hem binnen is. Hè? Het was alleen maar. Ja, dat is waar. Anders zouden we hier niet zien. Ah, nee. Maar dit was een sneu jaar voor Leverkusen. Want die verloren op de laatste speeldag het kampioenschap. En de verloren de finale Champions League. En de beker verloren ze ook in de finale. Alles dus. Ja. Dat is wel boven. Maar Van Aken, hoe vaak heeft hij gescoord, denk jullie, in zijn carrière tegen Anderlecht? Wat is de ploeg waar hij het vaakst tegen gescoord? Dat zou misschien wel Anderlecht kunnen. 9 goals en tegen Genk ook. En hoeveel op Anderlecht? Op Anderlecht, hoor. We gaan ze eens bekijken. Met Lokeren al. Hier begon met Lokeren. Meteen zijn allereerste match ooit in de hoogste klasse. Ja, met de kop. Daar was ik bij, Frank. Ja. Deze was ook links. Hè. En deed pijn. Dat was fenomenaal. Hè. Nee. Ik bedoel, deze, zoals Gert zegt, je moet eigenlijk blij zijn dat hij binnen gaat. Ik was toen niet echt blij, maar bon. Maar dat was in dezelfde match. En dan maakt ze rechts, van, links, kop, maakt allemaal niet uit. Veel met de kop ook. Ja. Ook toen al. Maar hoeveel op Anderlecht? We zijn aan het tellen. 2 voorlopen. 1 op tegen Anderlecht. Niet allemaal, Het is allemaal tegen Anderlecht. Ja. Hoeveel zei jij, Frank? Nee. Er zijn er 4 op Anderlecht. 4 dan. 4 op Anderlecht. Dit is die beroemde. Om de een of andere reden hebben we vaak favoriete tegenstanders. Hè, Tegen Genk ook veel. En dus toch tegen de topteams ook altijd. Ja, maar je moet daar wel bij zeggen dat ze natuurlijk door de play-offs meer tegen de topteams spelen nodig. En 7 tegen Gent ook. Dus. Ja, voilà.
Maar we hebben het net over al die miljoenen gehad en zo. Ik bedoel, moet hij niet naar de ergens top Bundesliga? Nu nog niet, maar volgend seizoen is hij eigenlijk te houden, denken jullie? Maar dat zal weer van hem af. Het enige wat ik dat mensen zeggen of denken van ja, nee, het buitenland is iets voor Hans. Nee, dat gaat daar te rap. Ja, dat is gewoon belachelijk. Hans kan overal gaan shoppen, hè. Overal. Ja. Voilà. Overal. En zeker Bundesliga, denk ik. Ja, of de geknipte competitie. Nee, maar als je bijvoorbeeld Trossard ziet, doet het heel goed Brighton. Bij Brighton. Raman. Kan hij, ja. Okay. Benito.